echt vol verhandelen. Die drie houden elkaar goed in de gaten. Ze weten dat Bu normaal gesproken niet goed is in zo'n superfinale. Knecht zei het. Maar wie zit daar op de vierde plaats? Dat is nog altijd Dajingbu. Nou gaan ze de Chinezen dubbelen en die gaan zich er gelukkig niet verder mee bemoeien. De gedubbelde schaatsers. Dat was in eerste instantie Han en zometeen pakken ze ook Xi. Vier rondes nog. Alle machten van de spanning. Liu is gezien. De Hongaar die eerder demoreerde. En hij is de nummer 6 van de rangschikking. De top 5 rijdt er nog. Maar Eli Straathof heeft heel veel verknald wat adem betreft. Knecht pakt de kop en gaat nu tempo geven. Hij gaat nu echt hakken, zoals Daan Breelsma dat doet. Twee rondes nog. Knecht, Park, Bu, Hamlin. Hamlin heeft het zwaar en zit achter de Chinese sprinter. Er valt een gat. Park kijkt waar ze blijven. Hij ziet Knecht voor zich en die trekt razend hard door. En dan wil hij altijd een medaille pakken op een WK individueel. En dat lukt niet. En nu wint hij net wel of niet. Ja, volgens dit beeld wint hij de superfinale. Dan pakt hij 34 punten en komt hij op 63. Maar ik heb het u al gezegd, hoe is het mogelijk? Het komt uit als Knecht wint en Park tweede wordt, dat is precies het scenario dat ik schetste. Dan wordt Park wereldkampioen, want Knecht rijdt een langzamere 1500 meter. Otter staat te rekenen en dat doet iedereen hier. 34 Knecht, die komt op 63. 21 Park komt op 63. En als ik naar dat scorebord kijk en als ik de regels goed volg, dan weet ik dat Park 2.13 heeft staan op de 1500 meter. En Knecht zit dan 3/10 daarachter met 2.13.948. Hier wint hij de superfinale. Dat is geen medaille waard. Hij probeert dat alle macht een afstand te winnen. Ja, dat lukte, maar het is geen officiële. Het zijn wel 34 punten. Shinky Knecht pakt zilver in Moskou op het wereldkampioenschap. Dat is een fantastische combinatie. Maar hoe is het in vredesnaam mogelijk dat er op dit krankzinnige toernooi uiteindelijk toch nog een Koreaan wint? Bij de vrouwen doet Choi het. Die Park die hebben we gisteren bijna niet gezien. Die zat in de luwte van alles wat zich afspeelde. In de luwte van Eli Straathof en Knecht. En het vreemde optreden van Han en Hamlin. Hier wint Knecht met miniem verschil de superfinale. Maar als we de punten bij elkaar optellen, zien we dat ze allebei op 63 eindigen. En dat Knecht met miniem verschil, en dat is op de 1500 meter gebeurd, niet wereldkampioen gaat worden. Op het podium in Moskou, dat wilde hij en het is hem in extremis gelukt. Een dag die heel vreemd begon. Maar hij wist het als geen ander, dat er nog altijd kansen waren. Knecht is wereldkampioen! Knecht is wereldkampioen! Het wordt hier omgeroepen en het is nu een feit. En het is hem gelukt. Het is een uniek moment in de Nederlandse shorttrack geschiedenis. Hij eindigt gelijk met Park op 63. Maar in de afronding zetten ze Knecht op 1 en Park op 2. Wat een fantastisch moment. Shinky Knecht is wereldkampioen in Moskou. Aan het begin van de dag leken zijn kansen groot. En leek hij het te gaan doen. Het moest gaan lukken, want de 1000 meter kwam eraan. En Eli Straathof ging falen. Maar toen werd Knecht er ook uitgegooid. En ging het allemaal weer de mindere kant op. Maar met Knecht is het vaker zo. Dan lijkt het helemaal niks te worden. Maar dan vraag je je af, wat wordt het nou eigenlijk? En dan pakt hij de wereldtitel.